We zijn in het slotstuk van de oktobermaand aanbeland. Maar de temperaturen daarbij zou je toch eerder voor een andere tijd van het jaar verwachten. Deze foto werd vrijdagmiddag gemaakt in de provincie Noord-Brabant. En zo rond lunchtijd werd daar lokaal al meer dan 20 graden gemeten. Recordzachte omstandigheden dus leverden ook twee warmterecords op. Eerst het officiële record gemeten op het weerstation in De Bilt. Die kwam uit 2005, stond op 19,5 graden. We zien het hier net niet op de kaart, maar daar werd het al meer dan 20 graden vrij vroeg in de middag. En ook het landelijke record uit 2005, die werd gemeten in Maastricht, stond op 22,5 graden. Die zien we hier net wel op de kaart in het uiterste zuiden. En daar werd het al 23,5 graden, zaten we dus ruim een graad boven dat oude record. Dat hele zachte weer dat blijft nog wel even aanhouden, maar op de langere termijn gaat de temperatuur geleidelijk wel iets omlaag. Maar om dat te verklaren, eerst even kijken naar de grootschalige weersituatie waar we mee te maken hebben. Ten westen van ons ligt een lage drukgebied, zorgt voor wisselvalligheid boven de Britse eilanden. En juist ten oosten, zuidoosten van ons, boven Centraal- en Oost-Europa, daar ligt een hoge drukgebied. Zorgt daarvoor heel stabiel, zonnig en ook droog weer. En tussen die twee weersystemen in komt bij ons een zuidelijke wind op gang. En dat voert dus die hele milde lucht vanuit Spanje via Frankrijk onze kant op. Tijdens het weekend verandert er niet al te veel aan die luchtdrukverdeling. Wij bevinden ons vaak aan de flanken van dat hoge drukgebied. Maar heel af en toe bereiken zwakke fronten, gebieden met wat neerslag of bewolking van dat lage drukgebied, wel net de westelijke helft van het land. Dus daar is bij ons de grootste kans op een bui. Maandagochtend zien we dat hoge drukgebied nog duidelijk terugkomen en verandert er dus niet al te veel aan die verdeling. Dan nog even een klein stapje terug in de tijd naar vrijdagavond. Hebben we nog steeds met hele milde omstandigheden te maken. Zo'n 15 graden aan zee en nog 18 graden in de zuidelijke helft van het land. Veel hoge wolkenvelden, maar tijdens de nacht komen er ook wat opklaringen voor. Vooral in de noordelijke helft van het land kan wat nevel of een mistbank ontstaan. Die zuidenwind is daarbij zwak tot matig van kracht. En de temperatuur komt eigenlijk niet of nauwelijks onder die 10 graden uit. Vooral in het midden en zuiden blijft het heel erg zacht. Zaterdag overdag dan bereikt nog warmere lucht onze omgeving. Stijgt de temperatuur ook weer naar recordwaarde. Het record voor De Bilt staat op 19,7. In die omgeving wordt morgen 22 graden verwacht. En in het zuiden van het land in Maastricht staat het record op 22,3 graden. En die zal naar verwachting dus ook gebroken worden. Veel ruimte voor de zon. Af en toe ook wel wat wolkvelden krijgt de zon een wat waterige aanblik van. En die zuidenwind is meest matig van kracht met windkracht 3 of 4. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk een klein beetje omlaag. Het blijft nog steeds heel erg zacht voor de tijd van het jaar. Maar dan zien we de maximumtemperatuur zo rond 20 graden uitkomen. Aan zee iets meer wind, daar 18 of 19 graden. Misschien kans op een enkel buitje, dieper landinwaarts vaak droog. En daar 20 tot 22 graden. Op de langere termijn zien we die temperatuur nog wat verder omlaag gaan. En vooral helemaal later in de periode komen we weer rond normale waarden uit. Maar vooral aan het begin van de nieuwe week dus nog wel behoorlijk zacht met bovengemiddelde temperaturen.